Wat vooraf ging in de blauwe bank. Kasper, naar beneden komen. Wat is er? Als teamcoördinator van de afdeling VMBO 3e en 4e studenten wijs ik u er dan ook op dat op deze wijze Kasper niet in aanmerking zal komen voor het examen van aanstaande juni. Wat is dit dan weer voor een bullshit? Als jouw vader vanavond thuis komt, kan ik die uitgebreid laten hebben, jongeman. Kasper, wil jij nog wat drinken? Nee, dank je. Jij? Nee. Zo. Nou, ga je het hem nou nog zeggen? Kan je dit zelf niet? Kasper, denk erom. Denk waarom? Alsjeblieft, jongens. Even rustig. Hey, ik ben degene die rustig is, hè? Ben ik nou degene die niet rustig is? Dat zeg ik toch helemaal niet? Nou, je kijkt mij anders wel aan, hoor. Kasper, nu even stoppen. Ik heb het met je moeder over de situatie gehad en we vinden dat je wat meer verantwoordelijkheidsgevoel moet leren nemen. Nou, koop je toch lekker een hond voor me? Nou, dat bedoel ik dus, hè. Kasper, even serieus. We willen dat je een bijbaantje gaat zoeken. Een bijbaantje? Ja. Als krantenbezorger of zo? Van mijn part. Of bij de supermarkt. Of bij een winkel in de stad. Ik ga toch niet bij de supermarkt werken en een beetje vakken lopen vullen? Wat is daar mis mee? Dat heb ik ook gedaan. Ik wil dat je dit weekend gaat solliciteren. Maakt me niet uit waarop. Wat heeft dit nou überhaupt te maken met het feit dat ik slecht ga op school? Het slaat toch nergens op? Dit slaat op het feit dat je helemaal niks doet. Niks aan je huiswerk. Niks hier in huis. En laat staan dat je ook maar iets doet om je eigen geld te verdienen. En daar gaat dus verandering in komen. Nou, heel veel succes. Ah, loopt hij weer weg, hè? Laat hem maar gaan. Kasper, heb je het begrepen? Ja. Ah, dat komt wel goed. De supermarkt die zoekt op personeel. Ja, zien daar dan solliciteren? Dan zorgen we daar toch voor. Nou, ben benieuwd. Met Floor. Hey Floor, met Smee. Waarom ben je met een onbekend nummer? Oh, dat had ik vanmiddag even gedaan. Geen uitzending. Lekker handig. Nou, zo erg is dat niet. Nee, ik zit al een uur op een telefoontje te wachten.